Hoi en welkom weer bij een nieuwe podcast van de Vervierde Academy. Naast mij zit... Gunter Hemschoot. Hoi Gunter, welkom. Dag Peter. Ja, dit is eigenlijk een beetje deel 2 in een kleine serie. Ja, miniserie. Miniserie over de trends voor 2020. Ja, klopt. Ontkomt er niet aan, iedereen is ermee bezig. Dus ja, why not we, zullen we maar zeggen. Ja, klopt. En... een van de dingen was video, waar we je op moeten inzetten. Maar vandaag gaan we het hebben over een ander. Het blijft wel bij beeld. Het blijft bij beeld. Het blijft bij beeld. Het gaat over foto's. Het gaat over foto's, ja. Daar, vooral mensen moeten vooral investeren in foto's, in visueel althans. Dus enerzijds video's en anderzijds foto's. Waarom? Omdat we gaan ervan uit, en dat is de trend, als je ook kijkt naar de apps die nu beschikbaar zijn en wat ze nu ook gaan bieden. Dus visual search. Dus zoeken op wat je ziet eigenlijk. Ja. Er zijn een aantal vooral... er zijn er eigenlijk twee die er vooral uitspringen daarin. Het is zo grappig, want je staat... het is vaak zo, als je iets leuks ziet, dan maak je er een foto van. Ja, klopt. Ja. En dan ga je thuis, of je laat het dan iemand zien. Of van, hey, dit wil ik hebben. Je gaat naar de cashier of de eigenaar van de... of degene die in de winkel staat. Die zegt van, nou, hebben jullie zo'n soort shirt of iets wat erop lijkt? Ja. Ja. En nu kun je het gewoon met je telefoon kun je bijna op zoek gaan naar. Ja, ik denk dat het vooral geïnspireerd is op... En nu ben ik even de naam kwijt van die music app... waar je uiteindelijk op zoek gaat naar... Shazam. Naar Shazam, inderdaad. Als je dat... Daar komt het op neer. Je neemt een foto en je laat Google gewoon zoeken... of Google of andere app... laat je gewoon zoeken naar soortgelijke plaatjes. Ja. Bestaat eigenlijk al langer... Maar het was nog nooit zo eenvoudig. Het bestaat eigenlijk al langer. Je kon al langer in Google naar afbeeldingen gaan... en zelf een afbeelding gaan uploaden... en zoeken naar een soortgelijke afbeelding. Klopt. Dat bestaat al, bestaat al 5 jaar, 10 jaar, whatever. Maar nu gaan ze dus eigenlijk... Google noemt het Google Lens. Ja. Lens van lens, zoals op een camera. Ja. En uiteindelijk is het een app die op Android sowieso beschikbaar is... als Google Lens... en op OS device? Ja, van iPhone. Van iPhone, iPhone devices, Apple devices. Zit het bij in Google Photos. Ja. Dus als je de app Google Photos hebt of download, dan kun je ook... dan selecteer je een foto eigenlijk. En bij die foto kun je dan op zo'n soort van... Het lijkt een beetje op een Instagram icoontje. En als je daar dan op klikt, dan gaat hij zoeken... En het gaat eigenlijk heel snel. Gaat hij gewoon zoeken naar soortgelijke afbeeldingen in Google natuurlijk. Ja. En zo, iets soortgelijks is ook... de Google heeft dat. Klopt. Maar Pinterest... heeft ook een soortgelijke Pinterest functie. Ja, en het noemde eigenlijk ook Lens. Ja. Het noemt Pinterest Lens. Ja. Maar daar doe je eigenlijk net hetzelfde. Daar kun je gewoon een foto nemen met je account... of je selecteert een foto... en je gaat dus ook gewoon op zoek terug naar gelijksoortige afbeeldingen. Ja, nou is dat hartstikke leuk. Want ik loop door de stad. Jij loopt dan met een leuk truitje. Ik maak een foto... En er wordt gezocht en ik kan misschien zien van... hey, deze trui is van dat en dat merk. Ja. En die is en vervolgens krijg ik. En daar komt het. Want dat is eigenlijk het leuke als je een business, hebt online. Ja. Want nu wordt het pas interessant. Jij kunt dus door middel van je eigen foto's... eigen afbeeldingen die je hebt op je website... van producten, je productfoto's... Door die te optimaliseren, word jij gevonden... Kun jij worden gevonden door middel op het moment dat mensen dus een foto hebben gemaakt van die trui en jij verkoopt die trui, dan verschijn jij in de zoekresultaten. Ja, klopt. Dat is eigenlijk het waar we eigenlijk naartoe willen. Ja, ja, maar uiteindelijk het sluit aan bij een andere podcast over Google Merchant Center, eigenlijk de Google Shopping zoals velen het noemen. Als je in Google adverteert en je adverteert op het Merchant Center, dus bij als je dus zoekt in Google en je krijgt dus eigenlijk van die allemaal plaatjes bovenaan met de prijs erbij en dan staat ook de website erbij, bol.com of whatever. Ja. Zalando en van dat soort zaken. Het is een soort van advertentie die je start in Google Ads. En die daar dan ook verschijnen. En je voedt ze aan de hand van een soort van Excel-sheet of op een andere manier. En die worden dan bovenaan getoond. En het is vooral daar waar Google natuurlijk ook gaat in zoeken als je Google Lens gebruikt. Of
de Google Foto's en dan met de lens, moet ik het zeggen, de lensmogelijkheid, gaat die als eerste op zoek daarin. Dus als je echt wil een graadje meepikken van die visual search, dan moet je vooral ook investeren in Google Merchant Center, dus in de Google uiteindelijk de shopping. Ja, maar ik heb ook begrepen dat het van belang is dat je dus de juiste tekst, dat je de afbeeldingen de juiste tekst gaat meegeven. De metatekst of alt-tekst. Dat je ook als je een foto uploadt, dat je niet het DSC 24400 of image hupplepup. Nee, maar dat moet er echt ook staan van wat het is. Dus het is een scotch and soda overhemd, gebloemd, donkerblauw. Noem maar wat. Ja. Dat moet je er eigenlijk al neerzetten. Dat moet je er neerzetten. Maar dat wil niet zeggen dat je daardoor niet zal getoond... Als je dat niet neerzet, wil dat niet zeggen dat je niet gaat getoond worden. Maar alles draagt natuurlijk bij tot beter gevonden worden online. Je plaatje zal nog even goed gematcht worden. Want als je bijvoorbeeld een leuke trui aan hebt met een bepaalde print bijvoorbeeld. En die bepaalde print, zeg maar een trui met een hond erop, of een hele gekke pose bijvoorbeeld, dan gaat hij op zoek naar truien met een hond erop. En als dat natuurlijk hoe exacter de match is, we hebben gisteren een aantal testen gedaan nog, met een aantal printjes van dames hier die een trui aan hadden, of een blouse aan hadden met een bepaalde print op. Het komt echt heel erg in de buurt, maar als er natuurlijk niemand een blouse aanbiedt met dezelfde print, maar, ja, dan zullen die ook niet terugvinden natuurlijk. En wat ik ook begreep is dat het goed is om als je een afbeelding maakt, dat je in ieder geval het logo duidelijk zichtbaar hebt. Je bedoelt als er een merknaam als op er staat. Een merknaam natuurlijk. Ja. Dat is het eerste herkenningspunt waar niet over getwijfeld wordt natuurlijk. Dat is sowieso 100% match. Hè? Dus als een logo altijd, stel je voor dat wij eigen... we hebben ook wel eigen kledij. Maar dat wij dus in Google Merchant Center onze kledij zouden plaatsen met ons logo erop ook. En je neemt een foto, je gaat op zoek, dan zal dat de eerste match zijn natuurlijk. Want dat wijkt niets af van... Nee, maar dan is ook de match met het logo en eventueel de print is nog sneller gelegd natuurlijk. Ja, klopt. Ja. Dus, maar investeer erin. Het is niet een mooie foto. Het is sowieso, hè. Dus als je al investeert in Pinterest, vooral voor fashion en voor... maar ook voor dieren of ook voor... Je kunt het zo gek niet bedenken, hè. Je gaat straks ook gewoon via Pinterest Lens en via Google Lens ga je ook gewoon op zoek naar welke plant is dit? Of welke hond is dit? Ja. Maar denk dan verder. Als je een plantencentrum hebt, je zou kunnen zeggen van... Goh, hoe kan ik nu in godsnaam als plantencentrum of als tuincentrum een graantje meepikken van dat soort dingen? Op die manier dus. Ja. Mensen gaan echt wel op zoek. Ik heb het zelf ook al gehad hoor. Dit is een leuke plant. Ja, hoe heet dat hè? Ja. En dan ga je inderdaad naar de winkel en dan toon je het. En die man dan ben je beperkt tot de kennis van die persoon. Maar internet reikt veel verder dan de kennis van die ene man. Ja. Dus, maar het is bijvoorbeeld ook als je bij iemand een mooi schilderij ziet. En je hebt en die persoon zegt, ik heb geen idee waar ik dat heb gehaald of van wie het is. Hè, want niet alle schilderijen zijn met een naam een herkenbare naam. Ja, nee. En dan kun je gewoon een foto maken. Of het is een replica iemand heeft geschilderd. Wat je mooi vindt. Hij zegt van kijk, dit vind ik mooi. Wie het heeft geschilderd maakt voor mij niet zo erg uit. Maar ik vind gewoon hoe het eruit ziet, vind ik heel leuk. En je hebt geen idee hoe je aan dat schilderij, een soortgelijk schilderij kan komen. Dan maak je er een foto van. Je doet het in Google Lens. En dan krijg je in de zoekresultaten mogelijk... Het kan. Ja, tuurlijk. Het staat nog een beetje in de kinderschoenen nu, dus dat moet allemaal nog... Ja, hoe meer mensen er nu gaan in investeren, laten we zeggen, in Google Merchant Center of Google Shopping en andere en plaatjes, en dat mensen gaan snappen nu dat dit heel erg belangrijk is, dat mensen visueel gaan zoeken of aan de hand van filmpjes gaan zoeken, dan zijn we gewoon... Maar ik denk voor Pinterest en zo, ik denk dat daar wel een... Je moet echt, en we zeiden het in de vorige podcast ook al, je moet echt wel out of the box gaan denken. Niet erg van, oh, ik pas daar niet in dat Pinterest plaatje. Jawel, bedoel mensen die in planten doen, dieren doen, fashion, noem het op man. Luxe artikelen. Ja, maar we zeiden eerder al van luxe artikelen, maar
ik noemde daarnet nu planten. Ja. Dat is geen luxe artikel. Het is gewoon dat klopt. Ja, beestjes, weet ik veel. Gewoon insecten, noem het op. Als jij aan insectenverdelging doet of whatever. Gewoon producten toch ook, neem ik aan. Ja, tuurlijk. Voor geld, ja. En het is waar, hè? Pinterest is van origine wel iets meer een soort van moodboard-achtig ding. Maar ja, als je... Het zit vol foto's. Er zitten heel veel foto's in Pinterest. Als je dit nu ook kan gaan gebruiken om te gaan zoeken wat het is en waar ik het kan kopen. Ja. Why not? Ja. En het... Pinterest werkt op dat niveau eigenlijk nog een beetje anders. Het leuke is, als je zelf nu geen Pinterest hebt en je denkt zelf van, goh ja, Pinterest, ik ben er niet zo aan. Zet dan op zijn minst de mogelijkheid op je website dat mensen jouw producten kunnen gaan pinnen. Dus er zijn bijvoorbeeld in WordPress zijn er plugins die ervoor zorgen dat er een P tevoorschijn komt. Bij bijvoorbeeld een plaatje of bij een product in je webshop bijvoorbeeld. Okay. Dat je dit kunt gaan pinnen. Ja. En dan pint iemand dat op zijn moodboard, op zijn bord eigenlijk. Ja. En op die manier ben je alweer te vinden in het, in het traject. Heb je zelf, het enige wat je zelf hebt gedaan is een plugin installeren. Inderdaad, ja. En wat de anderen doen is jouw producten pinnen als ze het leuk vinden. Dus, ja, precies. Top, want dan ben je ineens bij een hele grote groep Klopt. Onder de aandacht. Alleen een beetje investeren in wat mooie foto's. Ja. Daar komt het op neer. Ja, dat is... Maar de dag van vandaag is het niet meer zo moeilijk. Hè? Mooie foto's, in ieder geval goed herkenbare foto's met waarop je product of je dienst dergelijke goed herkenbaar staat. Ja, maar als je wilt dat mensen het ook op Pinterest gaan delen, moet je ook wel een mooie foto hebben. Moet het sfeervol zijn en moet het wel... Maar ja, met die nieuwe telefoons allemaal, ze hebben 2, 3, 4 lenzen allemaal. Je kunt mooie dieptezicht creëren of diepte onscherpte creëren. Dat is zo mooi, man. Bedoel. Ja. Iedereen heeft tegenwoordig een smartphone die van alle markten thuis is. Ja, klopt. Ja, en als je dan een klein beetje nadenkt over de belichting en de setting, dat er niet een vuilnismand op de achtergrond staat of een haspel van een brandweerslang of zo, weet ik veel. Ik weet niet of dit een beetje zichtbaar is, deze tafel. Het ziet er wat rommelig uit. Zou ik niet doen. Ja, zou ik ook niet doen. Ja, nee, ik zou gewoon het een beetje aankleden, maak het een beetje... Ja, je kunt de mics hier zetten. De mics staan hier. Er loopt een kabeltje van onze mic. Maar als je dan een foto neemt, dan komt het kabeltje weg. Ja, precies, ja. En ja. Dan denk je van, oh, dat is... Maar mensen stellen zich de vraag niet van... Als je naar productfotografie gaat kijken, dan zijn alle kabels weg. Ja. Die dingen werken niet, hè, want dat kan ook niet. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is het plaatje, het beeld wat je maakt en hoe het eruit ziet. Ja, dat is helemaal waar. Valt er nog iets meer te vertellen over... Over visual search. Visual search. Ik denk dat we er wel zijn. Dat zijn zowat de twee trends die daar toch wel... De richting zullen aangeven, denk ik. Okay. Er zullen vast ook andere apps zijn straks. En ik denk dat ook een Facebook misschien wel zal volgen. En misschien ook wel andere Instagram zal misschien ook wel gaan doen straks. En, want ja, die zijn allemaal hashtag gebaseerd. Dat is een Pinterest... Instagram bijvoorbeeld en een Twitter, die zijn vooral hashtag gebaseerd. Terwijl een Pinterest en een Google dat niet zo is. Dus dat werkt wel. Maar die hebben een andere keuze gemaakt en het doel is ook iets anders. Het uitgangspunt van Google Lens of Google Foto's dan, niet zo gek dat het daarbij in zit, is het uitgangspunt foto's. Ja. En er zullen nog wel apps zijn die we hier nu vergeten, waar ik misschien zelfs het bestaan niet vanaf weet, die vooral foto gebaseerd zijn en waar het misschien ook mee kan. Nou ja. Weten jullie zoiets? Nou ja, laat het ons gewoon even weten. Ja, je kunt ook gerust reageren op onze YouTube-kanaal. Kun je een opmerking plaatsen of een reactie plaatsen. Ja. Als je zelf zegt van, hey, dit is leuk, ik heb dat gebruik ik daarvoor. Laat het gerust weten. Ja, we zijn ook nieuwsgierig. Ja, voor ons is het ook, op zich is het ook nieuw. Ik had het eerder zelf ook nog niet gebruikt. Nee. Ik had vroeger wel gebruikt in Google gewoon. En als een op zoek gaan naar een plaatje... Ook handig trouwens, als je zelf hele mooie foto's maakt en je wil er zeker van zijn dat mensen jouw foto niet gebruiken, onrechtmatig gebruiken op hun website, kun je op die manier op zoek gaan naar waar wordt mijn foto nogal gebruikt. Heb ik al gedaan. Ja. Als je echt een foto maakt en het is echt een product van jezelf, en je hebt zoiets van, ik wil deze foto, dat is mijn portretrecht, ik wil niet hebben dat anderen dat gaan gebruiken,
Gooi hem even in Google bij afbeeldingen. Gooi hem er even in en kijk wat eruit komt. Wat er allemaal uitkomt, ja. Hij moet eigenlijk maar op één plek tevoorschijn komen. En dat is alleen jouw website. Dat is jouw website, ja. Inderdaad. Dat is waar. Oké. Okay. Nou, Gunther, jij hartelijk dank. Ja. Jullie ook weer bedankt voor het luisteren of het kijken. Inderdaad, ja. Want we zijn zowel op YouTube, ons YouTube-kanaal. Vervida.academy is dat. Nee, het YouTube-kanaal is gewoon van Vervida. Maar op de podcast zijn ook te beluisteren op in de podcast van iTunes en Spotify. Ja, klopt. En daar heet het Vervida, Vervida Academy. Academy, ja. Ja. Heb je een vraag? Nou, ik zou zeggen, mail eventjes naar podcast@vervida.academy. Ja, dat is daar dingen. En alle teksten staan ook uitgeschreven op onze Vervida.academy. Ja. Onder blogs en vlogs heb je alle filmpjes die we ondertussen al hebben gemaakt. Die staan daar, laten we zeggen, de meeste staan erop, althans. Degene die we hebben uitgeschreven. Dus als je eerder een lezer bent en niet zo'n kijker, dan kun je daar eigenlijk alles nalezen. Ja. Precies. En vind je dit een leuk filmpje? Dan thumbs up. En volg ons kanaal, zou ik zeggen. Ja. Want dat zorgt ervoor dat je bij elke nieuwe video op de hoogte gebracht wordt dat er nieuwe video beschikbaar is. Ja. En dat zorgt ervoor dat je zeker up-to-date bent met alle nieuwtjes en alle tips en tricks. Ja. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot de volgende. Bye-bye. Bye.